Goeiedag, de afgelopen 48 uur zijn er weer flinke buien over het land getrokken. Veel regenmeters zijn goed gevuld, met name in het oosten van het land. Afgelopen nacht viel lokaal ook weer tussen de 10 en 20 mm. Maar er is een weersomslag gaande, want op dit moment liggen we precies op de grens tussen warme lucht in het oosten en koude lucht in het westen. Maar die warme lucht gaat het de komende dagen winnen. En dat betekent dat we vanaf morgen, donderdag dus, weer dit soort plaatjes kunnen maken met veel zonneschijn, flink hogere temperaturen ook. De warme lucht is nooit ver weg geweest en gaat zich dus weer over onze omgeving uitbreiden. Nou, vandaag hadden we te maken met wat regen nog, maar dat trekt snel naar het zuidwesten weg. En vanuit het oosten breidt die warme lucht zich dan uit. En die luchtsoort blijft in ieder geval tot komend weekend stand houden in onze omgeving met hoge temperaturen. Daarna zien we een lage drukgebiedje boven het westen van Frankrijk heel langzaam zich uitbreiden richting onze omgeving. Daardoor een flink toenemende kans op buien vanaf zondag waarschijnlijk. En met name net ten zuidoosten van ons land kunnen echt grote hoeveelheden regen vallen. Zowel het Europese weermodel als het Amerikaanse weermodel komen rond zondag, maandag, onder andere in delen van de Eifel, in de buurt van Luxemburg en het noordoosten van Frankrijk, zelfs met neerslagsommen van misschien wel meer dan 100 mm maar liefst. Nou, dat zal ons waarschijnlijk niet gaan bereiken, maar het is niet helemaal uitgesloten dat het zuidoosten van Nederland daar ook nog een veeg van meekrijgt. Iets om dus even in de gaten te houden. In de loop van volgende week zien we achter dat lage drukgebied een noordwestelijke stroming opsteken met de aanvoer van flink koudere lucht. Maar voor die tijd hebben we dus te maken met zomerweer. Met een oostelijke stroming wordt die warme lucht naar onze omgeving geblazen. Temperatuur op 1,5 kilometer hoogte, soms om en nabij de 15 graden. Maar geleidelijk aan komt dat lage drukgebied in de buurt vanaf het weekend. En begin volgende week komen we dan al in iets koelere lucht terecht langzamerhand, met dus ook een toenemende kans op buien. En dan gaat er een hele grote verandering plaatsvinden. Want in de loop van volgende week steekt dus die noordwestenwind op en zakt een flinke bel met koude lucht vanuit het hoge noorden van Europa, ja, naar het zuiden uit. Deze run laat dat vooral over de Britse eilanden gebeuren. Al breidt dat zich dan in de loop van volgende week ook uit richting onze omgeving. Maar er zijn ook modelruns die deze uitzakking met koude lucht wat oostelijker laten plaatsvinden bij onze omgeving. En in beide gevallen gaat de temperatuur in de loop van volgende week gewoon echt flink naar beneden. Misschien dat het weer zelfs wat herfstachtige trekjes krijgt. Maar voorlopig is dat dus nog niet aan de orde. Ook vanmiddag niet. In het oosten overheerst de bewolking en daar valt her en der nog wat regen. Die regen trekt wel spoedig naar het oosten weg. En daarna zien we vooral in het zuiden en westen van het land de zon af en toe doorbreken. Met temperaturen die uitkomen rond de graad of 22. Alleen langs de oostgrens, waar die regen dus nog even aanhoudt, wordt het 19 of 20 graden als maximum temperatuur. De wind stelt niet zoveel voor, is meestal zwak, langs de kust af en toe matig en komt uit een noordoostelijke richting. Nou, vanavond wordt het dan overal droog en komende nacht kan zich dan in opklaringsgebieden lokaal wat mist vormen. Maar later in de nacht zien we dan dat gebied met bewolking en wat regen weer terugkomen vanuit het oosten en trekt dan zuidwestwaarts weer over ons land heen. Over het algemeen dus veel bewolking komende nacht en onder die bewolking wordt het niet veel kouder dan een graad of 15. De wind waait nog steeds uit het noordoosten, maar draait morgen langzaam naar een oostelijke richting. Dat gebied met bewolking trekt naar het zuidwesten weg en vanuit het oosten krijgen we dan te maken met veel zonneschijn en direct breidt die warme lucht zich over onze omgeving uit. Dat betekent morgen de hoogste temperaturen in het noordoosten van het land van misschien wel 29 graden zelfs in Drenthe of Groningen. Elders 27 graden in het zuidoosten van het land tot zo'n 25 graden aan de kust. En in de kustgebieden zal het best nog wel even een tijdje duren voordat de zon daar goed doorbreekt. Nou, ook vrijdag wordt een zonnige dag. Met hoge temperaturen, 28 graden gemiddeld, in het oosten van het land misschien zelfs wel een lokale 30 graden. Daarna hebben we nog een warm weekend met zondag, in ieder geval in de middag en avond, een toenemende kans op regen- en onweersbuien. Dat zal vooral in het zuidoosten van het land het geval zijn. Maar het is dus nog een beetje onzeker hoe noordelijk die buien gaan komen. Volgende week wordt het behoorlijk wisselvallig met van tijd tot tijd flink wat regen. Vooral in het zuidoosten van het land dus ook weer. En die temperatuur die gaat dalen naar gemiddeld een graad of 20 halverwege volgende week. Kijken we dan naar de pluim. Ja, dan zien we echt die flinke temperatuursdaling mooi terug. Tot en met zondag, maandag is het warm.
zomers warm vaak, met temperaturen rond of boven de 25 graden. Daarna draait die wind naar het noordwesten en gaat de temperatuur omlaag naar gemiddeld zo'n 16 of 17 graden volgende week. En ook de nachten worden een flink stuk kouder. Niet alleen dat, maar het wordt ook flink wisselvalliger. En dat zien we mooi aan deze staafdiagram met... Met name vanaf zondag, maandag, een grote kans op buien, soms ook onweer daarbij. Er is risico op grote hoeveelheden neerslag. Misschien ook wel eens een keer met wateroverlast, zoals we de afgelopen dagen ook wel eens gezien hebben. En hierbij komt volgende week ook van tijd tot tijd een stevige wind te staan. Voorlopig is het dus nog warm, zomerweer, maar in de loop van volgende week krijgt het weer echt veel meer herfstachtige trekjes. Ik wens u voor nu nog een mooie dag.